wat de meeste mensen fout doen als ze boeken lezen, is dat ze zogenaamde fictieboeken lezen. Dat zijn boeken over de gevoelens van mensen die helemaal niet eens bestaan. Dus als je een boek wil lezen waar je wat aan hebt, dan moet je om te beginnen een non-fictieboek lezen. Daar word je wijzer van. En dat weet ik uit ervaring, want ik heb heel lang op school gezeten waar je werd geacht om wijzer te worden. Maar ik werd steeds maar niet wijzer totdat ik erachter kwam dat je behalve naar school te gaan, ook naar de boekwinkel kunt gaan. En dat daar boeken liggen van mensen die jou niet iets willen onderwijzen, maar die gewoon hun plezier in het weten van dingen aan je over willen dragen. En in deze categorie is er één boek wat met kop en schouders boven alles uitsteekt. David Reisma, waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, waarin die en fictie en allerlei wetenschappelijke gegevens en goed schrijven verenigd heeft op een manier waar ik alleen maar stinkend jaloers op kan zijn. David Reisma, dat moet je lezen.